Dat kan het beter, echt waar. Alleen een Suriname kan dit. Hallo, check dat ding, mensen. Dames en heren, winnaar! Applaus voor deze jonge man, winnaar! Het is eigenlijk die alle die wakker man. Yes! Ik ben koud om mee te doen. En ja, maar hey, no shame, shame. Volgend jaar is er weer één. Ja. En dat zorg je ervoor dat je hier bent. Yay! Dankjewel. Hadden we verwacht dat een heer zou winnen? Nee. Er zijn een aantal dames die hebben beweerd. Vaak zijn heren betere koks. Vaak zijn heren betere kappers. En moeten we nu echt toegeven dat heren harder rennen op hakken? Nee. Nee. Maar ja, het bewijs ligt er. Hoe was het? Zwaar. Toen ik klaar was, kon ik even niet lopen, want mijn kuiten waren helemaal gespannen. Maar ja, respect hoor voor die vrouwen die hakken aantrekken om naar plaatsen te gaan. Ik zou het niet kunnen. Eigenlijk vinden we het hartstikke leuk, want dit jaar hadden zich 5 heren opgegeven. En er is maar 1 komen opdagen. En wat ik heel bijzonder vind, dat hij tot vanochtend zijn best heeft gedaan om een schoen te vinden in zijn maat. Dus hij heeft gerend op een schoen die 2 maten kleiner is dan zijn eigen maat. Maar hij had zoiets van, ik heb mijn woord gegeven, dus ik kom. En dat vinden we echt top. Wat zeg je aan die mannen? Ja, eigenlijk het belangrijkste, een vrede. En eigenlijk, je moet gewoon voor jezelf weten waarom je het doet. En sowieso om het goede doel eigenlijk te ondersteunen. Dus al die eigenlijk, ja, zeggen, taboes aan de kant zetten of gedachten die je hebt van vrees aan de kant zetten om gewoon mee te doen. Het is echt niet alleen voor vrouwen. Ook mannen kunnen meedoen en het gaat niet om wie er meedoet. Het gaat dat je meedoet en dat je aandacht vraagt en rent voor het doel. En daar zijn mensen zich nog te weinig van bewust dat wij dit evenement, dit feestje gebruiken om aandacht ergens voor te vragen.